Hier hebben we de Samsung Galaxy A5, al zit die momenteel nog in de verpakking. De verpakking is lekker simpel en op de onderkant zie je een aantal verschillende specificaties. Aan de zijkant zie je wat voor kleur het is, maar belangrijk is natuurlijk wat er in de doos zit. Zoals je ziet is dit de Samsung Galaxy A5. Die zet ik even apart, dan haal ik alle andere dingen eruit. Zo hebben we de handleiding, oordopjes, oortjes voor de oordopjes en de oplader met USB-kabel. Oh, en niet te vergeten, als ik erbij kan, een pin voor de simkaart en de microSD. De Galaxy A5 zelf ziet er strak uit met zijn aluminium accenten. Het is een 5-inch scherm en heeft een resolutie van 1280 bij 720 pixels. Achterop zit een 13 megapixel camera en voorop zit er een 5 megapixel camera. Er is een 16 gigabyte opslag aanwezig, maar met een microSD kaartje kan er maximaal 64 gigabyte in. Ook zit er een 1.2 gigahertz quad-core processor in. Dus je hoeft niet bang te zijn dat de A5 snel traag zal worden. De Galaxy A5 draait standaard op Android 4.4 en is te updaten naar Android 5.1 Lollipop. De Galaxy A5 is nu verkrijgbaar op pardigit.nl.